well damn terug te zetten. Shit. Geen disrespect, man. Zo. Italianen kunnen geen fucking Engels, man. Ik weet niet naar welke gate ik moet, staat er nog niet op scherm. Normaal gezien was dat een minuut geleden al, maar staat er nog niet op. Damn, heel lang, man. A33. Let's go. What's cracking, man, YouTube? Zoals jullie kunnen zien, zit ik momenteel in mijn hotelkamer. Ik heb gisteren niet evenveel gevlogd als ik wou, want dat was een heel gedoe in de luchthaven, bla bla bla. En ja, de situatie maakte mij gewoon een beetje lastig en shit. Ja. Je weet eigenlijk nog steeds niet waar ik geland ben. Waar ik geland ben. Tja. Ja. Je boy Sean zit in Italië. Ja. Waarom ben ik hier? Dat is de vraag. De reden waarom ik hier ben is simpel. Basketbal. Zoals altijd. Ik heb een kans gekregen die ik niet kon laten liggen. Vond ik persoonlijk toch. Ja, die kans kon ik echt niet laten liggen. Dus een ploeg hier in Italië, Porto San Giorgio. Die hebben mij, waaronder nog een paar spelers, uitgenodigd voor een try-out om te testen eigenlijk. En, en dit is de derde klasse hier. Dus ja, persoonlijk vond ik toch niet dat ik dat kon laten liggen. Dus nu heb ik net gedaan met een ochtendtraining van 2 uurtjes.
Dus ja, voor zo laat terug te komen ging het best goed. Maar ja, kan nog altijd beter. Uitzichtje zeker niet slecht. Zwembadje daarbij en zo. Rivieren. Het raam moet wel een beetje gewassen worden, maar tij, joh. Ja. Nu heb ik geen training meer tot morgen vroeg, denk ik. En morgen vroeg om 11 uur hebben we nog eens training. En dan s'avonds hebben we scrimmage met de ploeg dus. Stay tuned! Hey! What's up? Ja man, ik heb camera meegenomen. Van? Zeker. Ja, veel gespeeld. Boah, niet zo heel veel. Niet? Nou. Day 2. What's good, y'all? Hey, damn! Alright. Weer een ochtendtraining achter de rug. Daarna heb ik een kleine nap genomen. En ondertussen is het al 6 uur. Dus ik ga iets eten. Er is een kleine pizzeria hier om de hoek. Ah, ik ben er al. Dus ik ga eens checken of dat lekker is of niet. De Italiaanse keuken in eigen land moet je eens gehad hebben. Day 3. What's good, y'all? Momenteel is het de derde dag. En we hebben al ochtendtraining achter de rug. Deze avond nog eens training. Ik denk dat we scrimmagen deze avond. Ja, scrimmage. Ja, deze avond. Een paar uurtjes al. Dus nu wandel ik even naar de supermarkt. Drinken halen. Een beetje snacks en shit. Misschien ook een kleine pizza, want pizza van gisteren. Damn, Nick, what's up? De pizza van gisteren was fucking lekker. Niet serieus. Dus ja. See y'all when I see y'all. We'll be right back.
rare shit. Zoals jullie wel kunnen zien, ben ik net McDonald's geweest. Hey, no disrespect, maar McDonald's in Italië is trash. Je hebt maar keuze uit 3 hamburgers of zo. 3 hamburgers. En nuggets uiteraard, kun je overal krijgen. En dan iets heel raar wat ik nog nooit in McDonald's heb gezien. Dat is net zoals nachos, man. Net zoals nachos. Als je in de cinema nachos bestelt ofzo. Je moet denken dat het net zoals die nachos zijn, maar in plaats van de chips zijn dat frieten. Shit, weird as fuck. Nogmaals, geen disrespect, maar McDonald's in Italië is ass. Excuse my French. It's the hotel I stay in, you feel? Some light. Grazie. Oh! Lights? Yeah. Nick, damn. Second practice of the day, man. Let's get it. Rep and calm my feeling. Yeah! Deuces! Day 4. What's good, man, YouTube? What's bragging? Ja, laatste dag vandaag, hè. Allee, voorlaatst eigenlijk. Ik heb, door een hele reis voor de boeg. Ik ga lang onderweg zijn, om eerlijk te zijn. Ik moet van hier nog naar Rome. En Rome is 3 uur rijden ofzo. Dus ja, het is een lange reis worden. Ik ben helemaal terug ingepakt, niks vergeten denk ik. En dus eigenlijk moet ik nu gaan uitchecken. Om 10 uur moest het al, het is ondertussen 11 uur. En maar ik moet nog wachten tot 5 uur deze avond om te vertrekken naar Rome. Dus. Waar ik jullie nog heel duidelijk doen. Ik ga gewoon zo lang mogelijk op de kamer proberen te blijven. Proberen te blijven, want ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik kan daar eens naartoe.
Het is ja. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik ga gewoon zo lang mogelijk op deze kamer proberen te blijven. Als ze... ja zeg. Als ze er lastig van worden, ey. Moet al genoeg geld betalen. Hè. Dus ja... ga ik nog maar een nap nemen dan, hè? Let me take a nap, though. Ha. Alright, y'all. I'll see y'all in the next clip. Pas om 7 uur dus je moet nog lang wachten. Ik heb veel meer dood. Er is echt niks te doen. Op dit uur is er niks te eten. Het is momenteel 12:30. S'avonds. What to do, what to do? Later, kijk camera. Kijk naar de camera. Half 5 in de ochtend.
En ik heb nog steeds niet geslapen. Ik zie er wel dusty uit, man. Ik heb nog steeds niet geslapen. Ik heb 2-3 uur op FaceTime gezeten of zo met Nathan. Ja, Nathan Kuta. Bijna tijd om in te checken. Dus. Ik ga het klaarmaken. Doe het. Sowieso GPS keep recording. We need more minutes. Hey! Oh, well, that's your ball. Ah, you start your ball. There's a man who parked on the 8th. En die vrouw moet ze doorrijden, want je had mij gezien, want ik was er aan het vangen. Mm-hmm. En ik zat tussen die paal in die auto, maar die bleef zo dicht te komen. Ik zat af, broer. Uiteindelijk zag ik, wat ik doe, was de volgende basis en zo. Hé,
jump in the pocket. Kijk hoe je bent. Je vergeet waar je auto staat. Nee. Ik zie je zo kijken of. Echt is die witte. Oké. Ver hè? Oh, my bad. Nice. Straks naar een nusje toe. True. Juist. Maar gelukkig moet ik niet door dat die anderen gaan zo door naar Frankfurt. Oh, shit. Of Frankfurt. Ja, dat zijn nog maar. Ja, bij de training camp. In Frankfurt. Waarom moet dat in Duitsland? Duitsland, fucking. Oké, ik dacht dat je de weg terug kende. Ja, maar niet helemaal. Ik kan gewoon dat ik hier uit kan. En dit is oh, man! Heb je een nieuwe job of wat? Ik denk het wel, hè. I'm gonna get this cash. Ja, kom maar. Huh? Ja, kom maar. Gonna get this paper. Eerlijk, ik ben wel blij om terug te zijn. Zit. Geen disrespect meer. Zo. Italianen kunnen geen fucking Engels maken. Ik zie het dus niet. George is open. George is open. Ja, dat weet ik. Links afslaan en vervolgens rechts aanhouden. Je doet er nog sandalen aan. Nu rechts aanhouden en houd dan links aan. Was denn?